Ook dit jaar is Suriname aanwezig op de vakantiebeurs in Utrecht, hoewel er minder stands zijn dan voorgaande jaren. Travel Suriname, het bijzondere gezinsbedrijf van Edward Noordpool en Marijke Tuinstra, is er in ieder geval wel. En ook de 18-jarige dochter Vee Noordpool is van de partij. Ik vind het leuk om met mensen te praten. En gisteren zijn we teruggekomen van Suriname, dus het is nog helemaal nieuw. Ik kan nog echt vers vertellen over Suriname nu. Wat ons bijzonder maakt is dat we een familiebedrijf zijn. Edward en ik zijn eigenlijk samen Travel Suriname. Dat zijn we ook gestart. Wij doen aan vriendengroepen, aan gezinnen, aan echtparen. Eigenlijk jij zelf gaat de reisgroep bepalen. We zijn heel klein en persoonlijk. We doen het vanuit onze huiskamer. Dus we doen niet aan het vlaggetje. Nee, met ons is het jouw groep, jij bepaalde groep. Onze aanpak is heel persoonlijk. We hebben natuurlijk wel een team ter plekke in Suriname zelf. Maar in principe maken wij de reis samen met de reiziger op maat. De natuur is heel mooi, de bossen zijn heel mooi. Als je met een bootje door de rivier vaart, dan denk je echt van wow. Al helemaal in Nederland heb je echt nergens zo'n bos als je hebt in Suriname. Suriname heeft natuurlijk alles te bieden. Suriname heeft een lekker klimaat. Je kunt er Nederlands spreken met iedereen. Ook al ben je diep in de jungle, dan nog kun je een praatje maken met iemand in het Nederlands. Kan je er ook een beetje chillen? Ja, hangmatteren. Hangmatteren? Ja. Wat is dat? Dat is in een hangmat liggen. De vooruitzichten zijn fantastisch als we kijken naar wat er nu aan boekingen staan. Dus iedereen wil gaan. Suriname is hot. Het werkwoord heb ik ook geleerd in Suriname, hangmatteren. Als je daar komt, als je een tour gaat doen, dan hebben ze altijd een paar hangmatten hangen. En als je wil relaxen, dan ga je even hangmatteren. Op de vakantiebeurs in Utrecht staan dit jaar weer de stand van Access Suriname Travel. Ze doen veel op het gebied van toerisme. Bekend zijn de twee locaties Dampati River Lodge in het dromerige binnenland en plantage Frederiksdorp aan de Kommerwijnenrivier vlakbij Paramaribo. Ik ben Bianca Mohammed Said Salman en ik ben hier namens Access Suriname Travel en voornamelijk voor onze lodge Dampati River Lodge in Suriname. Mijn naam is Rio Cyrano Salman. Ik doe de marketing en communicatie voor plantage resort Frederiksdorp. Hoe belangrijk is Dampati voor jullie? We hebben daar een lodge staan, volledig gerund door de locals. En ook onze lodge managers zijn locals die Nederlands spreken. Dus die de mensen kunnen opvangen. Maar de mensen, ondanks we niet dezelfde taal spreken, we zeggen de liefdestaal vertaalt iedereen, begrijpt iedereen. Maar ook die natuur en die omgeving worden mensen echt familie. Als je daar aankomt, word je welkom geheten met dans, met zang. Je moet als het ware meedoen. Het is een feestelijk welkom. Het komt vanzelf. Je kan niet stil blijven zitten. Al ben je niet zo'n, zoals Surinaamse zeggen, dansman. Maar je voelt die ritme. En dan ga je een beetje mee bewegen. Je ziet dat de mensen blij zijn dat je er bent. En vanzelf kom je thuis als je naar Dampati gaat. Frederiksdorp is een voormalig koffie- en cacao-plantage. Het is een plantageresort in het kustgebied van Suriname, in het district Kommerwijnen. De voormalige plantage is prachtig gerestaureerd, gerenoveerd. Maar we hebben vooral ook de geschiedenis van Frederiksdorp echt een plek gegeven. Door een museum, door verschillende tours, rondleidingen en excursies. Hebben de mensen interesse erin? Ja, en dat merk je ook veel meer dan vroeger. Het resort zelf is natuurlijk een comfortabele lodge met zwembad, cocktailbar, restaurant. Maar het blijft natuurlijk ook een historische plek. En vooral in het afgelopen jaar hebben we echt gemerkt dat er een toename is in de interesse voor, eigenlijk voor ons verleden, het gedeelde verleden, Suriname, Nederland. En dat doet ons heel goed. En zijn dat mensen uit Suriname die ook belangstelling hebben, die komen kijken? Jongeren, studenten, leerlingen? Ja, dus veel meer. Ik zeg altijd, COVID was een vreselijke tijd voor toerisme. Maar één goed ding is dat natuurlijk Surinamers binnen hun eigen land veel meer zijn gaan reizen. En daardoor ook veel meer interesse hebben gekregen in het product, toeristisch product Suriname. En daarom ook de geschiedenis, de verschillende culturen en de prachtige plekken van het land. En wordt het Suriname? Mogelijk wel, ja. Maar pas in 2025. Het verleden is vooral staat in de picture, hè? Het Frederiksdorp. Frederiksdorp, daar gaan nu onze voorkeur naar uit. Daarom hebben we ook gekeken naar die plantage. Het feit dat het nog een oude plantage is, authentiek. Dus dan krijg je daar wat van mee. Bent u ook van plan om het binnenland in te gaan? Want dat doen ze natuurlijk ook wel. In ieder geval op een excursie. Wat je vaak ook krijgt op de vakantiebeurs zijn mensen met de vraag waarom Suriname? En ik vind het altijd mooi als we daar een mooie slag in kunnen maken om mensen te overtuigen dat Suriname gewoon een prachtig rijk land is. Vooral cultuur, geschiedenis, verschillende nationaliteiten die allemaal bij elkaar wonen. En om ze dan ook het jaar daarop in Suriname te zien, dat is natuurlijk de grootste overwinning. Je hebt als eerst op onze lodge zelf proberen met onze accommodatie die authenticiteit te behouden.
En dan heb je natuurlijk ons regenwoud, ons prachtig regenwoud. Mooie stroomversnellingen. We gaan naar de dorpen, we maken kennis met de mensen. En vaak denken mensen, ja, ik loop door hun huizen heen. Maar zo ervaren ze het niet. We zorgen ervoor dat we niet in hun privacy gaan. Maar de mensen zijn trots op wat ze hebben. En ze vinden het fijn als ze langskomen met de toeristen. Wat voor reacties hoor je hier zo van de mensen? Wel, dit is een van de dingen van, ja, maar is het wel fijn om zo bij die mensen binnen te stappen in hun huis? De mensen wonen gewoon buiten. De hutjes zijn er om te slapen, waar ze hun spulletjes opbergen, maar ze wonen buiten. En je bent altijd welkom. Aan de andere kant moet je natuurlijk ook niet zomaar foto's maken, want dat is uit Den Bosch van mensen. Ja, dus dat heeft natuurlijk een geschiedenis, maar ook overal is het zo dat je... Wat is die geschiedenis dan? Wel, wat ik gehoord heb is dat er heel lang terug dat er mensen zijn gekomen en vooral van die vrouwen met hun bloot bovenlijf en dat soort dingen foto's hebben gemaakt. En dat ze op kalenders zijn verschenen en dat zo uiteindelijk die dingen terecht zijn gekomen bij mensen weer in Suriname en dat vond men niet leuk. Een soort exposure van, hey, wacht even, waar is het allemaal terecht gekomen? Waarvoor is het gebruikt? Dus nu respecteren we ook dat gedeelte zoals we ook in de westerse wereld doen en we vragen ze, hey, mag ik een foto van je maken? Hoe is het met Dampaten gegaan het afgelopen jaar? Want we hadden corona, afgelopen jaar niet. Is het weer een beetje aangetrokken of is dat nog moeilijk? Het is langzaam aangetrokken. Tijdens de coronatijd hebben we altijd de lodge managers op locatie gehad, zodat het niet verlaten is geweest en helemaal is kapot gegaan. Dus er was altijd wat leven. En we zijn fully gestart. Het is niet altijd even hard gegaan, maar we mogen niet ontevreden zijn. Terug naar Plantage Frederiksdorp. Zijn interesse erin? Ja, en dat merk je ook veel meer dan vroeger. Het resort zelf is natuurlijk een comfortabele lodge met zwembad, cocktailbar, restaurant. Maar het blijft natuurlijk ook een historische plek. En vooral in het afgelopen jaar hebben we echt gemerkt dat er een toename is in de interesse voor ons verleden, het gedeelde verleden, Suriname, Nederland. En dat doet ons heel goed. Hebben Nederlanders interesse in die geschiedenis? Want het is toch een beetje, ja, een donkere geschiedenis voor witte Nederlanders? Ik denk dat voor veel Nederlanders natuurlijk, er was geen keus. Ik bedoel, ze hebben het niet geleerd op school, ze hebben het niet, het kwam niet vaak voor in maatschappelijke gesprekken of het kwam niet vaak voor. En ik denk dat als mensen dan toch in het land zijn, dat ze merken dat ze een heel groot deel van zichzelf ook herkennen in die geschiedenis. Maakt niet uit aan welke kant dan. En ik denk om het dan op zo'n open manier te leren en om het via tours en natuurlijk ook te zien, de plekken te zien, dat het voor heel veel mensen toch een nieuwe interesse losmaakt voor die geschiedenis. Als jullie reizen met mensen, als jullie mensen verwelkomen op Frederiksdorp, zijn er dan ook historici bij of mensen die kennis van zaken hebben die vertellen wat er precies gebeurde? Ja, zeker. De afgelopen 2 jaar hebben we het Verhalenmuseum ontwikkeld op Frederiksdorp en ook de Bonnie Trail, dat het verhaal vertelt van de transatlantische slavernij. En dat hebben we al gedaan in samenwerking met allerlei historici in Suriname, in Nederland, maar ook met kunstenaars, met de Hogeschool Kunsten Utrecht, met de Hogeschool van Amsterdam. Dus de geschiedenis, het blijft een gedeelde geschiedenis. En het is mooi om te zien hoe ook in Suriname en dan op Surinaamse termen en met Surinaamse professionals, onder Surinaamse begeleiding, dat er alsnog zoveel samenwerking is geweest met Nederland en Nederlandse organisaties. Er is ook volop ontspanning in Suriname. Duurzaam en anders dan op de Caribische eilanden. Ja, de Caribische eilanden denken, die hebben zon, strand en zee. We hebben natuur, we hebben een prachtige variatie in onze cultuur, een prachtige variatie in onze cuisine. Nou, daar zeg je geen nee tegen hoor. Dampati ligt veilig aan de Suriname rivier, geen goudzoekers en allerlei soort toestanden. Maar is toch niet ook de dreiging van het snelle geld, houtkap, goudzoeken, ook niet die richting uit? Wij merken er voorlopig nog niks van. En we duimen dat het zo blijft. Kijk, het is altijd een dubbel ding, want het andere is ook ontwikkeling. Maar het moet op een goede manier gebeuren natuurlijk. Maar als het op een goede manier gebeurt, dan zou het geen probleem moeten zijn. Maar voorlopig hebben wij daar geen last van. Bieden jullie ook concreet een alternatief aan mensen die in de toerisme sector willen werken? Jongeren die iets hebben van ik wil geld verdienen, maar kunnen ze in de toerisme sector bij jullie, mensen van de omgeving, ook nog verdienen ze een boterham? Sowieso. Kijk, Dampati wordt gedraaid door mensen van de omgeving. Of nou de bootsmannen, de kokkinnen, de mensen op hun plantage, hun kleine kostgrondjes, die hun panjes maken. Alles nemen we af uit de omgeving. Wat er niet is, alleen dat komt uit Paramaribo. Voor de rest is het volledige support. Als Dampati supporten we daar, hebben we een mediatheek opgezet voor de kinderen van de crèches, dat ze ook daar een stukje ontwikkeling kunnen hebben. En nee, voor ons is het belangrijk dat de gemeenschap,
daarvan profiteert. En we doen niets zonder die lokale gemeenschap. Zonder, als ze grote dingen willen doen of andere dingen, checken we ook altijd met de gramangs. Met de kapiteins op locatie. We doen niet zomaar. Alles is in overeenstemming. Extra Suriname Travel kan eigenlijk alles bieden. We bieden alles over heel Suriname. Niet alleen zo de producten van Dampati en Frederiksdorp, maar ook de andere goede resorts bieden we aan. Want we hebben goede relaties met onze partners. En Suriname heeft prachtige producten. Niet alleen Dampati en Frederiksdorp. Jong en oud, jij en je tante maken hier reclame voor Suriname. Ja, mijn tante en ik zijn aan Young en Young. En het is gewoon als je in Suriname komt, het is het gevoel van thuiskomen. Het land is prachtig met bos, ecosystemen, binnenland, kustgebied. En toch bij Suriname, wat mensen bijblijft, is het gevoel van warmte, het gevoel van thuiskomen. Een tropisch liefdesgevoel. Wat doe je hier eigenlijk? Ik ben hier voor de beurs en daarna ben ik weer weg. En dan de Caribische eilanden, de Antillen op de vakantiebeurs. Daar is cruisen weer in. Ik zag hele mooie cruises. Ik zag mensen die genoten van een lekker uitzicht. Het is een varend hotel, dus je hoeft maar één keer in en uit te pakken. We willen graag een cruise maken richting Caribische gebied. Een vriend van mij die gaat ook cruisen daarheen en die is al meer daarheen geweest. En die zegt het is echt fantastisch. Sowieso heb je geen gebouwen in de weg, dus kan je een hele mooie zonsopgang of ondergang zien of zo. En het ontzorgde natuurlijk. Lekker eten na je excursies. Cruisevakanties naar de Cariben zijn populair. Dat blijkt op de vakantiebeurs in Utrecht. Cruiserederijen varen er wel bij, zegt Robert Pieter Gardenier van Captain Cruise. Caribische eilanden is voor ons echt een top 3 bestemming. Mensen willen gewoon naar de zon. En ook Wendy Rood van Royal Caribbean, een van de grootste cruisemaatschappijen richting de eilanden, merkt dat de belangstelling groeit. Heel veel vraag komt er naar de ABC-eilanden en van gaat daar ook nog iets heen, ja of nee, en is dat mogelijk? Dus ja, die interesse is zeker aanwezig en die wordt ook steeds groter. Op de eilanden zelf merken ze dat er meer mensen gaan cruisen dan alleen vliegen. Mourjan de Bruin van het Curaçao Toerismebureau speelt daarop in. We hebben meer cruiseschepen die dit jaar naar Curaçao komen in vergelijking met vorig jaar. En dan werken wij ook aan het promotie van Curaçao in de cruise-industrie. Maar die grote cruiseschepen die vaak langs de kust varen, vervuilen en beschadigen ook de natuur en het toch al verzwakte en bedreigde koraal. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Federatie voor Transport en Milieu. Dat is wel een van de kritiekpunten die ik heb met cruisen. En op zo'n moment als ik op zo'n cruise ga, denk ik daar niet aan, aan die koralen hoor, eerlijk gezegd. Ja, dat is wel waar. Maar ja, ja lastig. Dat interesseert mij niet zoveel. Het komt allemaal weer goed. Een cruise is niks voor ons. Curaçao heeft maatregelen getroffen om de beschadiging van het koraal door de cruiseschepen tegen te gaan. Afgelopen jaren hebben wij 2 cruise terminals gebouwd. De Megapier 1 en dan vervolgens hebben we de Megapier 2 gebouwd. Dus het probleem van koraalvernietiging hebben we eigenlijk al opgelost. En ook op de schepen doen ze hun best. Cruiserederijen zijn ervan bewust en we zien ook dat ze er heel veel aan doen ook de laatste tijd. Aan boord wordt natuurlijk gewerkt met het zuiveren van water in plaats van dat ze overal het vandaan halen of dat ze het zwaarder moeten maken het schip. Plastic wordt steeds minder aan boord, papier wordt allemaal gerecycled. Ik weet dat er ook een aantal rederijen zijn die zijn aan het kijken naar elektrische schepen, zeg maar. Dus dat ze het op een hele andere manier kunnen doen. Alleen ja, in de cruisewereld duurt het gewoon 10, 20 jaar voordat er eindelijk is te zijn. Want ja, de oudere schepen varen ook nog steeds en die moeten eerst uitgefaseerd worden voordat de nieuwe schepen het gaan overnemen. Kleine organisaties op de eilanden zijn ook al een poos in actie voor de bescherming van het koraal. Dat vertelt Roderick Smits van het duikcentrum Scuba Doo op Curaçao. Wat wel weer goed is, is dat er heel veel duikscholen zijn ondertussen die bezig zijn met het herplanten van koralen. We hebben mooie coral nurseries noemen we dit. Koralen worden getransplanteerd en op een gegeven moment als zij klaar zijn om uitgezet te worden, dan worden deze uitgezet. Mooie initiatieven, maar kleinschalig. En de vraag is of ze werken. Dat is wel goed. Misschien als je gewoon minder cruiseschips laat gaan, dat het dan meer tijd heeft om te herstellen.